Goedenavond en welkom op deze warme zomeravond, lenteavond, bij Nibe SVV. Vanavond hebben we opnieuw een webinar in de serie Focus op vakmanschap. En vandaag geven we u een inkijkje in hoe een bank werkt. We hebben het over financial risk management. Degene die ik daarover spreek, mijn gast van vanavond, is Erik Veilbrief. Van harte welkom. Dankjewel. Erik is senior manager bij Zanders. En Zanders is een gerenommeerde consultancyorganisatie op het gebied van treasury en financial risk management. Op de slide die u ziet, ziet u de agenda voor vanavond. Die lopen we netjes door. En natuurlijk kunt u vragen stellen. Stel ze meteen en in de loop van de uitzending komen deze aan bod. Aan het einde proberen we zoveel mogelijk vragen beantwoord te hebben. En dat wat we niet hebben kunnen beantwoorden, komt terug of in de newsbreak of aan u persoonlijk. Maar ik begin met een vraag aan u vanavond. Een stelling. En er is natuurlijk geen goed of fout, maar u heeft gewoon een mening. Dus geef die graag. De stelling is, goed financial risk management is de basis voor het voorkomen van de volgende crisis. Dus, goed financial risicomanagement is de basis voor het voorkomen van de volgende crisis. Wat is daarop uw antwoord? We komen er later op terug en dan leg ik uiteraard de vraag ook aan Erik voor. Maar we beginnen met een andere vraag. Vanuit de bankaire wereld gezien, wat is een risico? Laten we daar eens mee beginnen. Ja, dat is een goede vraag. Maar laten we eerst even een stapje terug doen. Mm-hmm. En vaststellen dat risico eigenlijk overal is. En niet specifiek voor bijvoorbeeld de financiële industrie. Als een normaal bedrijf investeringen doet. Nou, dat betekent natuurlijk dat die investeringen uiteindelijk kunnen lukken en een payoff genereren. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het op een gegeven moment een foute beslissing was om er ergens in te investeren en dan mislukt die. Dus uiteindelijk heeft ieder bedrijf een bepaald strategisch risico. Ja. Anderzijds, een bedrijf is een verzameling van mensen. En waar mensen werken worden fouten gemaakt. En zo leidt dat ook toe dat bij ieder bedrijf eigenlijk operationeel risico plaatsvindt. Dat er eigenlijk menselijke fouten plaatsvinden. Dus in die zin is risicomanagement niet specifiek voor de financiële industrie, maar generieker voor ieder bedrijf van toepassing. En natuurlijk is het wel zo dat voor financiële instellingen nog een aantal specifieke risico's aan het bedrijfsmodel eigenlijk verbonden zijn. En dat zit hem eigenlijk met name in een bank die ontvangt geld van een spaarder. Ja. En leent dat vervolgens weer uit aan een bedrijf of aan iemand die een woning wil financieren. Dus daar met name de financiële risico's, die zijn specifiek voor banken. Ja. Nou, vanuit de financiële theorie hebben we eigenlijk goed kunnen stellen dat risico over het algemeen wordt gezegd, of traditioneel werd gezien als zijnde van wat kan er gebeuren eigenlijk met financiële variabelen? Wat is de verdeling daarvan? Wat zijn de verschillende kansen die we daarbij zien? En traditioneel was er altijd het idee van op het moment dat we dat dan maar zo goed mogelijk beschrijven, dan hebben we inzicht in het risico en dan weten we wat er gebeurt. En eigenlijk recentelijk zien we steeds meer en meer de trend binnen de financiële sector dat we tot de conclusie komen dat we verschil moeten maken tussen enerzijds risico, mm-hmm, en anderzijds complexiteit en onzekerheid. Waarbij we zeggen, risico is met name gekoppeld aan, we weten de mogelijke uitkomsten die zich kunnen voordoen. We weten eigenlijk ook de kansen die erbij horen. Maar we weten niet zo goed wat er exact van die mogelijkheden zich gaat plaatsvinden. Bijvoorbeeld een dobbelsteen. We kunnen 1 tot met 6 gooien. Ja. Maar we weten in ieder geval dat het 1 tot met 6 is. En dat het ook 1 tot met 6 wordt. Wat het precies wordt weten we niet. Maar we weten ook wel de kans dat iedere kant naar boven komt, dat het ongeveer 1 gedeeld door 6 is. Ja.
Als het een eerlijke dobbelsteen is natuurlijk. En anderzijds, binnen, als we dan meer gaan, de stap gaan maken naar onzekerheid en complexiteit, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen van, nou ja, goed, je kan natuurlijk een heel erg complex model gaan ontwikkelen om de wereld te beschrijven. Maar op het moment dat je eigenlijk niet goed weet wat de mogelijkheden zijn, en eigenlijk niet zo goed weet wat de kansen zijn die daarbij horen, ja, misschien moet je dan wel naar een heel ander model gaan kijken. En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een voetballer. Je zou een voetballer die een bal wil koppen. Mm-hmm. Je zou natuurlijk een heel erg super geavanceerd model kunnen bouwen als voetballer om te gaan berekenen waar die bal terecht komt en dan daar gaan staan om die bal uiteindelijk te gaan koppen. Dan moet je rekening houden met de startsnelheid van de bal, de hoek waaronder die werd weggeschoten, de wind. De wind inderdaad, de aantrekkingskracht van de aarde, enzovoort, enzovoort. Dan kan je een super mooi model bouwen om te berekenen waar die bal gaat komen. Maar als je daar een klein foutje in maakt, bijvoorbeeld je schat de windsnelheid verkeerd in, of die is recentelijk gewijzigd, dan komt die bal dus ergens anders neer dan dat je eigenlijk had bedacht. Dat gebruikt een voetballer natuurlijk niet in de praktijk. Nee. Wat hij eigenlijk doet is van, hij heeft een hele simpele regel met eigenlijk maar één variabele. Hij zegt van, op het moment dat ik de bal altijd onder dezelfde hoek kan blijven bekijken, dan komt uiteindelijk de bal op mijn hoofd en dan kan ik hem dus koppen. En zo zie je eigenlijk dat die parallel kan je eigenlijk ook trekken naar de financiële wereld. Waarbij de trend eigenlijk is van, nou, kunnen we nou vaak ook in aanvulling op dat geavanceerde complexe model wat mm-hmm. we ook hebben. Misschien ook simpelere modellen maken. Om uiteindelijk een beter gevoel te krijgen bij het risico wat we lopen als industrie of als bank. Ja, want één ding is zeker. Ervaring uit het verleden is geen garantie voor de toekomst. Dat is eigenlijk niet. Dank je. Zou jij aan de hand van een eenvoudige balans van een willekeurige bank eens kunnen toelichten wat de belangrijkste transformatiefunctie van de bank is en wat dat dan betekent? Ja, goed punt. En dat is ook zeer relevant. Omdat uiteindelijk uit die transformatiefunctie komen ook een heleboel risico's naar voren. Zoals we zien op de bankbalans die we in beeld is, bestaat de bankbalans natuurlijk uit enerzijds activa en passiva. De belangrijkste financiering voor de bank, zeker op het moment dat je een retailbank bent, komt toch met name voort uit de spaarders die bereid zijn om spaargeld bij de bank onder te brengen in beheer. En vervolgens eigenlijk transformeert de bank dat vervolgens naar leningen bijvoorbeeld aan iemand die op zoek is naar een nieuw huis of aan een bedrijf wat op zoek is naar financiering. Zo is bijvoorbeeld dit voorbeeld een heel duidelijk voorbeeld van een stukje transformatie, enerzijds van liquiditeit, mm-hmm. Waarbij ik als spaarder geld over heb en dat ben ik bereid om aan de bank te geven. En vervolgens zorgt de bank ervoor dat dat terechtkomt bij mensen of bedrijven die juist behoefte hebben aan liquiditeit. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de omvang van het geld. Ik ben niet in mijn eentje in staat om een heel groot bedrijf te financieren. Dus ik breng mijn geld naar de bank. En de bank die legt eigenlijk al die verschillende kleine spaarbedragen bij elkaar. En maakt daar dus grotere leningen van. En daarnaast, een belangrijke transformatiefunctie van de bank zit hem ook in de looptijd. Contractueel, over het algemeen is het zo dat de spaargelden van de bank direct opvraagbaar zijn. Dus ik kan op dezelfde dag voor het grootste gedeelte alweer beschikken over mijn geld. Tenzij ik natuurlijk een termijndeposito of iets dergelijks heb afgesloten. Maar het grootste gedeelte van het spaargeld van de bank is gewoon direct opvraagbaar. Ja. En daar wordt door de bank een lening van gemaakt die natuurlijk veel langer loopt. Misschien een hypothecaire lening die 30 jaar loopt met een rentevastperiode van 15 jaar. En ook uit die transformatie leidt natuurlijk vervolgens tot risico. Ja. Omdat de bank heeft een investering gedaan die lang loopt. Ze weten heel goed wat ze daarop gaan ontvangen, bijvoorbeeld aan inkomsten.
Maar aan de andere kant wordt dat gefinancierd vanuit spaargeld, wat eigenlijk de volgende dag volledig opgenomen kan zijn. Nou, zo zie je eigenlijk dat er een aantal transformatiefuncties samenkomen in die ene geldstroom. Mm-hmm. Van de passieve kant naar de actieve kant van de bank. En dat leidt tot risico vanzelfsprekend. Ja. Dan is het natuurlijk zo dat er naast het spaargeld op de bankbalans nog wel een aantal andere categorieën op de balans staan. Aan de passieve kant bijvoorbeeld de schuldbewijzen. Uitgegeven obligaties door de bank zelf. Ja. Om ook aan een stukje financiering te komen naast het spaargeld. Op het algemeen heeft dat een wat langere looptijd. Ook juist om dat weer wat te stabiliseren. En aan de actieve kant zien we bijvoorbeeld ook het kasgeld. Wat in dit geval een 20 miljoen is. Wat we kunnen gebruiken op het moment dat inderdaad een groot gedeelte van de spaarders ineens hun geld nodig heeft. Dan hebben we in ieder geval altijd geld in kas om aan die vraag te voldoen. Daarnaast heeft de bank nog een stukje investeringen. Over het algemeen in hele hoge kwaliteit, liquide activa, die ook weer heel snel verkocht kunnen worden. Ja. Op het moment dat er toch iets meer dan die 20 miljoen aan spaarders hun spaargeld op willen nemen, dan kunnen die 80 miljoen in dit geval ook vrij snel verkocht worden. Ja. Zodat dat ook weer gebruikt kan worden richting de spaarders. Natuurlijk staat er ook nog leningen op de balans waar we het eigenlijk al over gehad hebben. En als belangrijke, of als extra aanvulling nog bij deze balans, ook staan daar nog een aantal financiële activa en passiva op. Dat is door de crisis wel aanzienlijk verminderd, met name bij de Nederlandse banken. En dan gaat het met name over het handelsboek, wat we zometeen ook nog wel eventjes op in zullen gaan. Waarbij de bank eigenlijk handelt voor eigen rekening. Dat is gezien de crisis in 2008-2010 aanzienlijk verminderd. Ja. Omdat daar ook veel strengere regels aan zijn verbonden. Zeker de grootbanken in Nederland hebben nog steeds wel een handelsboek. En in dit geval zien we eigenlijk daar inderdaad dan ongeveer 100 aan activa en passiva op de balans staan. Ja. Maar ook die leiden weer tot risico, dat we zo ook nog wel op in zullen gaan. Ongetwijfeld. Want laat dat nou het onderwerp zijn. Precies. Als je kijkt naar de bank en de stakeholders, wie zijn de belangrijkste stakeholders voor de bank? En hoe hou je de verschillende belangen nou in balans? Inderdaad. We hebben eigenlijk natuurlijk net al even gekeken naar de spaarder en de klant die misschien een lening wil voor een nieuwe huis. Mm-hmm. Dus klanten zijn een hele belangrijke stakeholder voor de bank. En als klant wil ik natuurlijk mijn geld graag stallen bij de bank. Ik wil daar een gegeven de marktrente, een eerlijke rente voor ontvangen. Ja. Maar ik wil ook zeker weten dat op het moment dat ik mijn geld dan bij de bank breng, dat het niet volgend jaar ineens weg is. Dat ik het uiteindelijk nog weer kan gebruiken. Continuïteit. Continuïteit is daarin heel belangrijk. Ja, dat is eigenlijk een belang wat de klanten ook delen met de werknemers van de bank. Want ook de werknemers zijn natuurlijk geïnteresseerd in een stukje continuïteit. Die willen graag een langdurige relatie met de bank opbouwen. Een werkrelatie in dit geval. Ja. Uiteindelijk bij de bank mooie dingen te kunnen doen. Daarnaast hebben we natuurlijk nog de wetgever. Die ook weer opnieuw... Steeds belangrijker. Precies. Een toezichthouder. Ja. In dit geval de ECB of de DNB voor de Nederlandse banken. Die ook steeds meer... Die natuurlijk ook geïnteresseerd is in continuïteit. Ja. Maar daarnaast ook wel steeds meer belang hecht aan... Enerzijds de stabiele financiële sector... maar ook op het moment dat het dan fout gaat... dat banken dan ook op de juiste manier afgewikkeld kunnen worden. Dat ze niet zo groot zijn dat dat niet meer kan. Dat ze gemakkelijk in delen opsplitsbaar zijn. Dat er inderdaad bijvoorbeeld de schuldbewijzen die de bank uitgeven... gemakkelijk geconverteerd kunnen worden in aandelen... Ja. Zodat de bank weer opnieuw gefinancierd kan worden. Nou, als laatste hebben we dan nog de aandeelhouders. Aandeelhouder wil natuurlijk voornamelijk een goed rendement op zijn investering. Enerzijds intrinsieke waarde, maar misschien ook wel in het dividend wat wordt uitgekeerd door de bank. Dus in die zin zien we eigenlijk daar ook heel erg
Het verschil in belang tussen enerzijds continuïteit, maar anderzijds ook het rendement op de lening. En ja, de management van de bank moet daar een balans in vinden. Maar het is natuurlijk ook zo dat op het moment dat een bank niet rendeert, het uiteindelijk ook een probleem gaat veroorzaken op de continuïteit. Dus ja, deze twee dingen zijn heel erg met elkaar hebben die te maken. Je kan eigenlijk het een niet zonder het ander zien. Nee, je hebt het beide nodig. Precies. Ja. Bij het klassificeren van risico's wordt heel erg gekeken naar een scheiding tussen het bankenboek en het handelsboek. En dat wordt eigenlijk steeds strikter naar aanleiding van de crisis. Kun jij een aantal voorbeelden geven van die verschillende risico's voor de kijker? Ja, zeker. We zijn natuurlijk al een beetje op ingegaan toen we de bankenbalans behandelden. Ja. En helemaal aan het begin ook. Ik denk het belangrijkste splitsing in het risico die we aan moeten brengen is in eerste instantie de splitsing tussen de niet-financiële risico's en de financiële risico's. Mm-hmm. De niet-financiële risico's, daarin inderdaad zoals we net ook al aangaven, bijvoorbeeld een stukje strategische beslissingen die worden genomen, maar ook operationeel risico waarin menselijke fouten worden gemaakt. Die vallen daaronder. Mm-hmm. En als je dan vervolgens kijkt naar de financiële risico's, dan is het van belang om een onderscheid te maken tussen enerzijds het handelsboek van de bank, mm-hmm, waar dus die financiële activa en passiva zich bevinden. Ja. Waar de bank dus voor eigen rekening handelt. En wat over het algemeen ook vanuit een accountancy perspectief een andere behandeling krijgt. Mm-hmm. Daar staan de posten gewoon op marktwaarde op de balans. Terwijl dat in het bankenboek niet zo is. Daar bevinden zich de spaargelden, de investeringen vaak voor een groot deel. En ook de leningen. Mm-hmm. En die staan over het algemeen op nominale waarde op de bankbalans. Ja. En dat leidt tot een hele andere dynamiek. Ja, kan het. Als je dan kijkt naar het handelsboek, dan bevindt zich daar met name het marktrisico. Dat zijn eigenlijk allerlei bewegingen van de financiële parameters waarin de bank dan belegt. Bijvoorbeeld aandelen, transacties, maar ook bijvoorbeeld valutarisico. Ja. Op het moment dat een bank ook bijvoorbeeld in dollars belegt of iets dergelijks, dan leidt dat tot een valutarisico wat zich op de bank, op de handelsbalans tot uitdrukking komt. Aan de bankenboekenkant is eigenlijk het grootste risico van de bank traditioneel gezien. En dat is kredietrisico. Wat natuurlijk te maken heeft met op het moment dat een bank een lening verstrekt, dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat die partij die lening niet kan terugbetalen. Ja. Of een particulier of een grote zakelijke klant. En dat dus een deel van de lening moet worden afgeschreven of in zijn geheel. En dat dus leidt tot een verlies voor de bank. Ja. Nou, deze drie risico's, eigenlijk dus het operationele risico, het marktrisico, het kredietrisico, die zijn vanuit de regelgever tot op heden steeds, hebben die de meeste aandacht gekregen. Mm-hmm. Daar moet bijvoorbeeld ook vanuit de bank voor worden gecapitaliseerd. Zijn dat natuurlijk niet de enige risico's. Dan zien we ook dat de regelgever steeds meer aandacht krijgt voor enerzijds liquiditeit. Mm-hmm. Waarin we eigenlijk zien dat meer balansoverschrijdend is. Waarin we dus moeten zorgen dat een bank altijd voldoende geld heeft om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van onder andere de spaarders. We hebben in de crisis allemaal gezien dat daar problemen mee zijn ontstaan. Bijvoorbeeld bij Northern Rock daar stonden lange rijen mensen die allemaal geld wilden pinnen. We zien eigenlijk ook dat een bank over het algemeen niet failliet gaat vanwege te grote kredietrisico's of te grote marktrisico's, maar gewoon door problemen in de liquiditeit. Ze zijn niet in staat om op dat moment even voldoende geld aan te spreken. Ja. Het is er wel, maar ze kunnen er eventjes niet bij komen of niet snel genoeg. En dat leidt vervolgens tot liquiditeitsrisico. Dat heeft er ook toe geleid dat eigenlijk de regelgever steeds meer aandacht heeft voor liquiditeitsrisico. En als laatste ook nog het renterisico in het bankenboek. Ook dat zien we dat er steeds meer aandacht voor komt eigenlijk.
Omdat ook daar natuurlijk, hè, zeker op het moment dat bijvoorbeeld het spaargeld, zeker in het huidige rente, in de huidige renteomgeving, mm-hmm. waarbij rentes nul zijn of zelfs negatief. Ja. Daar is natuurlijk een heel belangrijke vraag van, gaan we dan op het moment dat die rente nog verder daalt, gaan we dan ook aan onze spaarders, de particuliere spaarders, een negatieve rente berekenen? Ja. Op het moment dat we dat niet willen, betekent dat er een hele duidelijke bodem ligt aan de passiva kant. Ja. Voor hoeverre we nog kunnen meebewegen met die renteontwikkelingen. Ja. Nou, die is er aan de activa kant niet. Op het moment dat rentes verder gaan dalen, dan verwacht ik nog steeds dat mijn hypotheek ook steeds lager wordt. Ja. De rente die ik daarop betaal. En dat betekent dus dat er dus een soort van uitholling kan plaatsvinden van de marge van de bank. Ja, dat brengt de continuïteit mogelijk weer in gevaar. Precies. Ja. Dus dat risico willen we ook managen. Ja. Via het renterisico in het bankenboek. Ja. Is er nou door de crisis meer aandacht gekomen voor financial risk management, denk je? Nou ja, ja en nee. Dat is natuurlijk een wat genuanceerder. In de zin van, ik denk, financial risk management is een vakgebied wat heel erg in ontwikkeling is. En dat is eigenlijk begonnen in 1974, of eigenlijk in de 70e jaren van de vorige eeuw. En wat je eigenlijk ziet door de tijd heen is dat er steeds crisissen zijn. Mm-hmm. We proberen daar vanuit een regelgeverperspectief dan weer op te reageren. Het risico uit te breiden. Een steeds prudenter raamwerk neer te zetten. En dat leidt er vervolgens toe dat er steeds weer aandacht is voor andere risicotypes. Nuancering van risico's. Maar het stond altijd al op de agenda, natuurlijk. Okay. Eigenlijk zien we al dat in 1970 de eerste fundamenten van het risicomanagement zijn gelegd. 1974 is een bekend voorbeeld, Herstartbank failliet. Die delen hele grote deals tussen de dollar en de Duitse mark. En hadden 's ochtends al wel een heleboel betalingen ontvangen. Aan het eind van de dag zouden die betalingen dan weer de tegengestelde richting weer terug worden gedaan. Nou, om 12 uur ging die bank failliet. Die tegengestelde betalingen werden nooit gedaan. En dat heeft vervolgens geleid tot een systeem-impact. Waar meerdere banken geraakt werden en op het punt stonden om ook failliet te gaan. En dat heeft er eigenlijk toe geleid dat de G10 vervolgens bij elkaar is gekomen en hebben gezegd, dit gaan we niet meer doen. Dit moet beter. Dus we willen eigenlijk meer het toezicht op de financiële sector. Ja. Veel meer standaardiseren, duidelijker maken. En zo zie je eigenlijk dat er steeds door de tijd heen bepaalde ontwikkelingen zijn geweest. We hebben bijvoorbeeld gezien natuurlijk in 1995 dat Barings failliet ging. Nick Leeson, uiteindelijk zeg maar een goed voorbeeld van operationeel risico. Voor de bank handelde, mm-hmm. Maar de verliezen eventjes op een schaduwrekeningetje parkeerde. Vervolgens wel probeerde die verliezen steeds weer te corrigeren door steeds grotere posities in te nemen, steeds meer hefboom in zijn positie in te bouwen. Ja. En vervolgens, ging de Tokyo Stock Exchange die ging onderuit. Dat was het einde van Barings. Ja. En zo zie je eigenlijk dat er steeds weer ontwikkelingen zijn. We hebben natuurlijk ook in de crisis gezien, Lehman Brothers die failliet gaat. Waar we zien van, het risicomanagement kan eigenlijk nog weer beter. Het toezicht kan beter. En daar moeten we weer bouwen aan dat raamwerk. Ja. Zodat het steeds stabieler wordt. En dat is dan ook eigenlijk wat er is gebeurd. Elke crisis heeft nieuwe regelgeving opgeleverd. En ook steeds nieuwe risico's die afgedekt werden binnen het nieuwe framework van toezichteisen, zeg Precies. maar. Zegt dat ja. goed? Kun jij aangeven welke verschillende risico's steeds aan bod zijn gekomen naar aanleiding van die crisis?
Ja, ja, dat staat op de volgende slide. En zoals ik al zei, dat begon eigenlijk al in 1970. Mm-hmm. Waarbij inderdaad de G10 bij elkaar is gekomen. Die hebben het eerste, zoals we het noemen, het Basel-concordat gemaakt. In 1975. Nou, dat was niet meer dan 5 pagina's. Waarin eigenlijk op hoofdlijnen stond beschreven van wat zijn dan de eisen die er zijn ten aanzien van toezichthouders. Waar moeten ze rekening houden in het toezicht bij banken? Hoe moeten ze dat vormgeven? Nou, natuurlijk is dat door de loop van de tijd steeds meer uitgebreid. Er zijn updates op die 5 pagina's gekomen. 2012 was de laatste. En inmiddels zitten we op een vrij lijvig document met maar liefst 29 principes. Daar staat heel duidelijk in beschreven wat dan de eisen voor de regelgever zijn. Nou, in 1988 is vervolgens het eerste Basel-akkoord gekomen. Ik denk dat heel veel mensen dat heel duidelijk herkennen. Waar bijvoorbeeld voor het eerst kredietrisico aan de orde is gekomen. En het meten daarvan. Wat men herkent is de gezondheid. Ik heb een risicootje op een, ja, precies. op een koudje of zo. Maar goed, rustig door. Ja, dat ga ik doen. 1988, dus het eerste Basel-akkoord, kredietrisico, wat daar voor het eerst is. En ik denk dat heel veel mensen herkennen, de 8% van de activa die moet worden aangehouden in het kapitaal van de bank, die is daar bedacht eigenlijk. En niet alleen dat, maar ook dat op het moment dat een bank dan die 8% moet aanhouden van de activa, dan zouden we misschien ook iets moeten doen dat het feit dat een lening aan een Nederlandse overheid wel andere kenmerken heeft dan bijvoorbeeld een lening aan een start-up. Dat is een ander risicoprofiel. Ja. Het risicogewogen activa is daar ook bedacht. Nou, daar zijn een soort van hele basisstandaarden voor bedacht in 1988. Nou, vervolgens is in 1996 door ook allerlei gebeurtenissen ten aanzien van marktrisico is daar het marktrisicoamendement gekomen, waarin er een aantal benaderingen voor marktrisico zijn bedacht. Voor hoe we dat moeten meten en ook moeten rapporteren en daar ook voor moeten kapitaliseren. In 1999 is vervolgens het Basel II-akkoord gekomen. Dat is natuurlijk een heel bekend akkoord. Wat ook behoorlijk lang heeft geduurd om dat uiteindelijk zover te krijgen, maar ook geïmplementeerd te krijgen. In 2008 zijn de meeste banken daarmee compliant geworden. Dus dat heeft even geduurd om dat te implementeren. Enerzijds heeft het Basel II-akkoord operationeel risico geïntroduceerd als een heel belangrijk risico waarbij rekening moet worden gehouden. Maar anderzijds zijn ook het marktrisico en het kredietrisico verder uitgebreid. Dus zo is bijvoorbeeld het kredietrisico heeft men niet alleen het standaardmodel waar inderdaad standaard risicogewichten werden gehanteerd voor het berekenen van die risicogewogen activa te bepalen. Bedacht, maar volgens ook werd er de mogelijkheid voor de bank om ook een intern model te bedenken. En vrij complexe modellen daarvoor te bouwen om uiteindelijk daarvoor te berekenen wat dan kapitaal moet worden aangehouden voor het kredietrisico. Ja. Nou, en zo zien we eigenlijk steeds weer een doorontwikkeling. Nou, 2011 is dan het Basel III-akkoord. Dat is eigenlijk niet meer één akkoord, maar een verzameling van verschillende akkoorden. Waarin enerzijds ook weer opnieuw het kapitaal werd, de kapitaalsberekening werd uitgebreid. Maar er onder andere ook een hele duidelijke maatstaf voor de hefboom die er in de bankbalans bestaat. Waar daar regelgeving over is gekomen, hoe je die moet berekenen, wat die maximaal mag zijn. Er is lange tijd ook discussie over geweest. En daarnaast liquiditeitsrisico, wat we heel duidelijk mee hebben gepakt uit de crisis ook, is dat op een moment dat een bank failliet gaat, dan is dat over het algemeen liquiditeitsrisico. Ja. Dus daar moeten we ook iets mee. Ja, ja. Nou, is natuurlijk allemaal leuk, al die regelgeving. Maar als ik klant ben bij een bank, dan wil ik gewoon opbrengst. Dan is dat uiteindelijk toch waar ik wil dat de bank ook mee bezig is. Dus wat mij betreft is goed risicomanagement gewoon het vak van de bank. Klopt, ja. K-
Kun je eens een inkijkje geven in dat proces, zoals hoe banken daarmee omgaan? Ja, nou ja, eigenlijk gebeurt dat, is dat natuurlijk een continu proces. Hè? Ja. Dat is een proces wat niet een begin en een einde heeft. Nee. Hè? Het is een soort van cyclus die banken doorlopen. En die ook eigenlijk minimaal jaarlijks wordt doorlopen. En dat begint eigenlijk bij de identificatie. We willen eerst eens vaststellen van wat zijn dan de risico's die we lopen? Hebben we misschien iets over het hoofd gezien? Moeten we een risico wat we voorheen hadden geparkeerd? Dat vinden we wel, dat is een risico, maar vinden we niet zo belangrijk. Moeten we daar misschien nu anders naar kijken? Die discussie die moet op een jaarlijkse basis plaatsvinden. Een heel bekend voorbeeld natuurlijk uit ook het operationele risico is de zogenaamde Black Swan. Op een gegeven moment krijg je een bepaalde blinde vlekken voor risico's. Dus het is heel goed om op een jaarlijkse basis steeds weer opnieuw te gaan kijken, even terug te zitten, even weer opnieuw te evalueren van meten we nog steeds de juiste risico's, zijn we nog steeds het juiste aan het doen? Nou, op het moment dat er wel vastgesteld is van, wat zijn dan de risico's die we willen, in ieder geval die we lopen. Mm-hmm. Dan moeten we vaststellen van in een stukje analyse van hoe bewegen die risico's nou? Wat is dan de kans dat het risico zich voordoet? Maar ook op het moment dat het werkelijkheid wordt. Mm-hmm. Wat is dan eigenlijk de impact? Hè? Misschien zijn bepaalde risico's, die zijn wel heel groot. Maar op het moment dat het zich voordoet, is de impact misschien heel beperkt. Ja. Of kunnen we heel makkelijk iets bedenken om daar vanaf te komen of iets dergelijks. Ja. Dus dat enerzijds. En vervolgens volgt dan de beoordeling. Dan willen we vaststellen, we weten de risico's. We weten ongeveer wat de kans is. We weten ongeveer wat de impact is op het moment dat het gebeurt. En welke van deze risico's willen we dan ook daadwerkelijk lopen? Wat is de appetite die we hebben voor de risico's? Nou, op het moment dat we dat dan hebben beoordeeld, dan komt er een stukje controle. Dan kunnen we natuurlijk ook gaan bedenken van hoe willen we die risico's dan meten? Welke maatstaven gaan we definiëren? Ja. En dan kan ook de monitoring plaatsvinden. Ja, dan begint eigenlijk het hele circus weer opnieuw. Gaan we weer opnieuw starten met de identificatie. Ja. Als je nou verder kijkt dan het proces, dan heb je de weging. En in feite is dat ook waarin een bank concurrerend is ten opzichte van andere partijen. Daar kun je ook het verschil maken. Wat is mijn risk appetite en wat is die van mijn concurrent, even plat gezegd. Ja. Kun je daar wat dieper op ingaan? Zeker. Juist in die beoordeling, daar gaan we kijken naar wat is de risico appetite die we hebben als bank. Mm-hmm. En daar moet juist ook die afweging plaatsvinden. Hè? Tussen enerzijds het risico en anderzijds het rendement wat dat risico oplevert. We kunnen niet tot een bank komen die risicoloos is en toch geld verdient. Hè? Dat is onmogelijk. Nee. Dus juist daarin, op het moment dat we het risico naar nul terugmanagen, dan zal ook het rendement op een gegeven moment onder nul komen. Ja. En dat brengt eigenlijk dan vervolgens weer de continuïteit van de bank in de problemen. Ja. Dus dat willen we niet. We willen eigenlijk gaan vaststellen van wat is nou eigenlijk het optimale risico, gegeven ook het rendement dat we willen lopen als bank. Ja. En dan is het belangrijk vast te stellen van, we hebben enerzijds natuurlijk een totale risicocapaciteit die we hebben als bank. Ja. En dat is eigenlijk het maximale wat we kunnen lopen. Op het moment dat we meer lopen dan de capaciteit, dan zijn we failliet. En daar willen we natuurlijk niet al te dichtbij in de buurt zitten, want dan zou het zomaar kunnen gebeuren dat op een willekeurige dag ineens de bank failliet is. Ja. Dat zou de continuïteit natuurlijk weer in problemen brengen. Dus dan zien we ook een kleinere cirkel ontstaan waarin we eigenlijk zeggen van dit is onze risicocapaciteit, maar we willen dat limiteren. We zetten eigenlijk tolerantie neer. Dit is het maximale risico dat we willen lopen. En op het moment dat we daar toch per ongeluk buiten gaan, dan komt die continuïteit van de bank toch nog niet in geding. Ja. Maar dan heb je daar scenario's voor, neem ik aan. Precies. Ja.
Maar dat is ook nog steeds niet helemaal waar we dan op zoek naar zijn. Mm-hmm. Hè, want dat is eigenlijk een soort van het maximale risico dat we op een gegeven moment zouden willen lopen. Mm-hmm. Daarbinnen bestaat nog een bepaalde sweet spot van wat is dan de maximale, de beste optimalisatie van dat risico en dat rendement. Dat proberen we vast te stellen in onze risk appetite. En in die risk appetite kunnen we inderdaad keuzes maken. We kunnen kiezen om bepaalde klanten wel te accepteren, bepaalde klanten niet te accepteren en op die manier een ander risicoprofiel van de bank te creëren. Ja. Of bijvoorbeeld heel erg te sturen op kapitalisatie en te zeggen, dit is mijn doelstelling voor mijn kapitalisatie en ik vind dat die niet per jaar niet meer mag bewegen dan 1 procentpunt of zo. Of juist veel meer te gaan kijken naar de winstgevendheid van de bank. En daar doelstellingen op stellen. Ja. En zo proberen we een heel raamwerk te creëren die ervoor zorgt dat de bank steeds op die optimale risicorendementspunt zit. Ja. En van daaruit volgt dan weer risk control. Heb je ook een mooi plaatje over meegenomen, waarin je eigenlijk aangeeft, wat doe je dan vervolgens met de verschillende risico's als je een keuze maakt? Precies. Want op het moment dat we dan vast hebben gesteld, dit is dan onze risk appetite. Dit is het, ja. Dan kunnen we nog steeds eigenlijk vaststellen voor ieder risico wat we dan lopen. Want vaak wordt die risk appetite toch wel een redelijk hoog niveau vastgesteld. Ja. Dat zegt nog niet zoveel over de individuele deals die we dan doen. Ja. En op het moment dat we dat risico dan gaan managen, dan kunnen we eigenlijk een aantal keuzes maken. En die natuurlijk wel gestuurd worden door de risico appetite. Mm-hmm. En de limieten en de tolerantie die we opgezet. En dan eigenlijk zijn er 4 keuzes. We kunnen enerzijds het risico accepteren. En dat doen we er eigenlijk niet zo heel veel mee. Dan zeggen we, dit is een geaccepteerd risico. We documenteren dat we dat risico accepteren. Dat is gewoon onderdeel van dat we business doen. Hè. We kiezen ervoor om wel te investeren in een bepaalde windmolenpark of iets dergelijks. Ja. Dat accepteren we dan, dat risico. Ja. En dat je zou er ook voor kunnen kiezen om niet in bepaalde industrie te investeren, bijvoorbeeld. Op het moment dat we zeggen we zijn toch niet helemaal, we willen toch dat risico een klein beetje beperken, dan zijn er eigenlijk drie mogelijkheden die we zeggen, die we over het algemeen identificeren. Enerzijds zou je het risico natuurlijk kunnen verplaatsen. Wat eigenlijk niet zo heel veel meer betekent dan bijvoorbeeld een verzekering voor dat risico aangaan. Of het bijvoorbeeld ook, wat heel veel gebeurt, is dat een bank die een hele grootschakelijke klant moet financieren, ervoor kiest om dat niet in zijn eentje te doen, maar met verschillende banken gezamenlijk. En op die manier wordt het risico dus verplaatst over meerdere banken. En betekent dat dus dat dat risico eigenlijk gedragen wordt door meerdere partijen tegelijkertijd. Ja. Dat komt dus omdat we inderdaad dat risico niet accepteren als bank alleen, maar we delen het dus met anderen. Ja. Je zou het risico ook kunnen vermijden. Door bijvoorbeeld te zeggen die deal doen we gewoon niet. Ja. We hebben nu zoveel windmolenparken gefinancierd. Nu is het even klaar. Nu gaan we eventjes met name bijvoorbeeld een bank financieren of een autobedrijf of iets dergelijks. Dus we hebben wat diversificatie nodig. Dus we gaan stoppen even met in deze sector investeren. En als laatste kunnen we natuurlijk het risico reduceren en met name ook controleren. En dan gaan we eigenlijk met name limieten neerzetten van het risico mag maximaal zo groot worden. En dan gaan we dus meten en zorgen dat het risico ook daarbinnen blijft. Ja. Hoe kijken banken nou, want we hebben het aan het begin gehad over de voetballer die ging koppen en over de dobbelsteen met 6 cijfers erop. Dus risico versus onzekerheid. Of naast onzekerheid, moet ik eigenlijk zeggen. Als je kijkt hoe de banken traditioneel keken naar het monitoren van risico's, hoe zat dat in elkaar? We hebben natuurlijk in het begin ook al gezien dat we eigenlijk in het verleden dachten dat
risico wel goed beschreven kon worden. Dat we daar een soort van model voor konden schatten, wat een bepaalde, tot een bepaalde verdeling leidde. En eigenlijk wat we dan zien, ook op de slide die in beeld is, dan ontstaat er een soort van verdeling van verliezen die zich voordoet. Nou ja, die verdeling heeft een bepaalde verwachting. En die verwachte waarde eigenlijk, die proberen we natuurlijk te dekken in operationele kosten. Hè. We weten dat het gemiddelde van in een gemiddeld jaar willen in ieder geval voldoende geld verdienen. Zodat ook de operationele kosten, dat we met de operationele kosten die verliezen dekken. Maar we weten allemaal dat een gemiddeld jaar bestaat niet. Nee. Dus daar zal een afwijking van plaatsvinden. En daarvoor willen we eigenlijk voldoende kapitaal of vreemd vermogen eigenlijk aantrekken. Om ervoor te zorgen dat we ook op het moment dat we met een onverwacht verlies te maken krijgen. Ja. Het verlies is wat groter dan een gemiddeld jaar. Dat we voldoende kapitaal hebben om dat te kunnen dekken met de bank. En wat we dan eigenlijk op de volgende slide ook zien, is dat we in de recente ontwikkelingen zien dat natuurlijk we hebben geconcludeerd al in het begin dat misschien wel niet zo is dat risico zich zo netjes gedraagt via zo'n formuletje en zo'n mooie grafiek. Maar dat er heel duidelijk ook moet worden gekeken. Op het moment dat we dan die betrouwbaarheidsniveau voorbij gaan, wat gebeurt er dan eigenlijk? Ja. En dat proberen we met name in een stresstest te doen. Op het moment dat we echt een extreem scenario tegen de bank aangooien. Wat gebeurt er dan precies? Hè? Bestaat die bank dan nog? Gaat die failliet? Of kunnen we misschien herkapitaliseren? Wat zijn de mogelijkheden die we kunnen doen? En dat doen we via scenario's eigenlijk inderdaad. Om ervoor te kijken van, hoe gedraagt een bank zich in dat geval? En daarnaast hebben we natuurlijk ook modelrisico. Hè, wat we natuurlijk al in het begin hebben gezegd. Van die voetballer die kan niet dat complexe model hanteren. Op het moment dat hij op het veld staat. Dus hij moet iets anders bedenken. En zo is het eigenlijk ook bij financiële industrie. Dat complexe model, daar zitten variabelen in die we misschien op basis van historie hebben geschat. En dat leidt ertoe dat het misschien wel niet een perfecte voorspelling van de toekomst is, dat model. Dus daar zit modelrisico in. We hebben misschien foutjes gemaakt of niet helemaal perfect het model geschat. Dus daar willen we ook iets mee doen. En we zien dat de regelgever ook steeds meer aandacht krijgt voor juist ook dat modelrisico en dat stresstesten. En misschien willen we dan juist wel een heel simpel modelletje ernaast zetten. Ja. En dat zie je eigenlijk ook gebeuren. Dat ook bijvoorbeeld de regelgever steeds meer aandacht krijgt voor gestandardiseerde modellen weer. Ja. Veel meer weer weg bij die hele complexe, geavanceerde modellen. Ja. En eigenlijk daarnaast, dus we gaan dat niet in de prullenbak gooien natuurlijk. Want ook dat zegt iets. Ja. Maar het is niet de waarheid of niet de volledige waarheid in ieder geval. Nee, want de dobbelsteen, het is niet de dobbelsteen, maar het is die voetballer. Precies. Ja. En daarom zeggen we van misschien moet juist wel ook een beetje in analogie met die voetballer. Ja. Een heel simpel model met maar één variabele maken. Ja. En kijken van hoe gedraagt de bank zich dan onder zo'n model? En dat zie je eigenlijk ook ontstaan, waarbij allerlei banken wordt gevraagd om allerlei challenger modellen te ontwikkelen. Om ook juist ook dat ze de wat simpelere modelletjes te bouwen. Om juist ook dat complexe model te challengen. En zo heb je het verhaal helemaal mooi rondgemaakt. We begonnen met het verschil tussen risico en onzekerheid. En uiteindelijk zijn we uitgekomen bij hoe de sector daar dan vandaag de dag mee omgaat. Dank je wel voor je heldere verhaal. Maar voor jou natuurlijk nu dezelfde vragen als voor de kijkers van vanavond. Goed financial risk management is de basis voor het voorkomen van de volgende crisis. Ik ga je eerst vertellen wat de uitslag van de poll is. 72% van de kijkers is het eens en 28% van de kijkers is het oneens met deze stelling. Interessant. Ja. Ja, mooi. Je bent natuurlijk de enige die het eventueel kan nuanceren. Ja, precies. Dat ga ik ook meteen doen natuurlijk. Dus in die zin van het is eigenlijk ook al een beetje door het hele verhaal heen natuurlijk. Het is zo dat we steeds meer en meer bewegen naar een stabieler financieel systeem.
Door alle toevoegingen die we hebben gedaan in het risicomanagement, door alle toevoegingen die we hebben gedaan in het toezicht van banken, heeft dat geleid tot een stabielere situatie. Hè? We zijn absoluut niet meer zoals het in 1980 was of iets dergelijks. Ja. Banken zijn kleiner, veel meer in staat om aan te passen op de ontwikkelingen die zich voordoen. Maar is het een garantie dat er geen enkele crisis meer zal voordoen? Nee, zeker niet. Hè? Nee. Want die zal zich voordoen. Dat is bijna ook een gegeven. En we kunnen eigenlijk alleen maar proberen om zo flexibel mogelijk en een zo goed mogelijk team neer te zetten. Mm-hmm. Ook al in de analogie weer met de voetballer. Om daarop in te spelen. Ja. Zodat we heel veel flexibiliteit hebben om ook te reageren op het moment dat die crisis zich voordoet. Ja. En dat dan de impact niet meer zo groot zal zijn als wat we gezien hebben in 2008 en 2010. Dus het helpt enorm, maar het is geen garantie. Absoluut. Oké. We zijn behoorlijk eind op streek met de tijd. We gaan toch nog wel eventjes een paar vragen van de kijkers behandelen, aan je voorleggen. De allereerste. Hoe zit het met financieel risicomanagement bij verzekeraars? Gaat dat op dezelfde manier als bij de banken? Nou ja, er zijn zeker parallellen te trekken bij verzekeraars. Het is wel zo dat natuurlijk bij verzekeraars er nog weer een heel nieuwe categorie aan toe wordt gevoegd. En dat is eigenlijk het verzekeringstypische risico. Hè? Het berekenen van de pensioenbetalingen of de schadeclaims waar een verzekeraar de voorzieningen voor moet aanhouden op zijn balans. Maar waar het gaat met name om de activa aan de verzekeringskant, daar zijn de parallellen heel duidelijk met name ook het handelsgedeelte van de bankbalans. Ja. Want wat we zien eigenlijk bij verzekeraars is dat het grootste gedeelte van hun balans wel gewoon op het handelsboek. Dus dat inderdaad op daadwerkelijke waarde op de balans staat. In tegenstelling tot het grootste gedeelte van de bankbalans. Ja. Dus daar zijn wel duidelijke verschillen, maar er zijn ook heel veel parallellen. En we zien ook dat eigenlijk het Solvency II-akkoord heel veel geleend heeft eigenlijk van het Basel II-akkoord. Met daarin natuurlijk aanvullingen, weer verbeteringen, die dan vervolgens ook weer leiden tot verbeteringen in het bankentoezicht. Ja, dankjewel. Waar past reputatieschade in dit verhaal? De reputatieschade is natuurlijk een mooi voorbeeld van operationeel risico. Mm-hmm. We zien dat een heel belangrijk risico natuurlijk is voor banken. Ja, zeker. Het risico dat je uiteindelijk je reputatie te grabbel gooit natuurlijk heel, heel groot is. En de banken liggen natuurlijk ook enorm onder vuur. Precies. Dus dat is een operationeel risico, waar steeds meer en meer aandacht voor is, ook bij banken zelf. En wat ze daadwerkelijk natuurlijk proberen te managen. Ik heb nu een hele lange vraag voor je. Oké. Wordt door het inperken van risico niet het ondernemen beperkt? Wanneer je beperkt risico bewust neemt met een deel van het kapitaal dat vrij is, waarom moet deze dan ook worden afgedekt door extra kapitaal? Je krijgt dan bijna altijd een stapeling van extra geld dat je moet aanhouden. Mogelijk als gevolg dat je weer concentratierisico oploopt en dat weer af moet dekken met geld, et cetera. Ja, klopt. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. En dat is natuurlijk ook... Het is een dilemma. Precies. Nou ja, goed, dat is het dilemma waar we het net ook al over hebben gehad. Hè. Dat er moet natuurlijk altijd een afweging zijn tussen enerzijds risico, anderzijds rendement. En dat is ook wel een discussie die met de regelgever gevoerd wordt natuurlijk. Ja. Hè, dat enerzijds een bank ook bewegingsvrijheid moet hebben om investeringen te doen. Ja. Maar anderzijds willen we het ook niet uit de klauwen laten groeien. Ja. En dat is een discussie die gaande is ook. Waarin we zien dat denk ik. Ja, absoluut. Ja. En waarin we ook zien dat, inderdaad ook... vragen over tot hoe ver moet de kapitalisatie gaan? Tot hoe ver moet de zekerheid gaan van de banken moeten garanderen? Dat die wel degelijk onder discussie staat.
Maar vooralsnog zijn we nog een beetje in de beweging van, ja, dat moet vooral stabieler worden. Je ziet eigenlijk dat de regelgever dat interpreteert als zijnde van, ja, dat betekent dus ook meer kapitaal. Ja. Terwijl er misschien ook wel andere manieren te bedenken zijn. Ik ga over een laatste vraag. We hebben er echt nog veel meer. Maar de tijd is wel echt nu al op. Dus we spelen even in de reserveperiode. Voor nog een laatste vraag. In hoeverre worden financiële risico's samenhangend met financieel-economische criminaliteit thans serieus genomen door financiële instellingen? Speelt dit voldoende mee in het huidige risicodenken? Ja, absoluut. Het is ook zeker zo dat banken hele teams hebben en ook modellen bouwen om financiële criminaliteit natuurlijk te kunnen signaleren. Ja. Bij leningaanvragen bijvoorbeeld, ervoor te zorgen dat fraude zo min mogelijk wordt geleden. Juist ook het hele, daar komt met name ook een heel IT-vraagstuk om de hoek kijken. Big data, inderdaad. Hè. Hoe kunnen we zoveel mogelijk eigenlijk al van die klant weten? Zodat we ervoor zorgen dat niks frauduleus van plan is met het geld wat we hem gaan uitlenen. Ja. Het is zeker zo dat dat op de agenda staat. Misschien ook nog wel de makkelijkste business case voor de bank. Hè? Omdat op het moment dat ze investeren in fraude, preventie, dan levert dat ook meteen harde euro's op. Ja. Omdat ze gewoon minder af hoeven te schrijven. Ja. Terwijl dat bij goed operationeel risicomanagement of zo veel minder direct leidt tot daadwerkelijk minder verlies of hogere revenues of zo. Ja. Dankjewel. We kunnen best nog even door. Zeker weten. Maar veel meer. De tijd is echt op. We komen terug op de vragen in de newsbreak of per mail bij u. Dank voor uw tijd voor vanavond. Jij, ontzettend bedankt voor je heldere uitleg en beantwoorden van de vragen. Graag gedaan. U heeft vandaag tijdens de uitzending meteen ook mee kunnen kijken naar relevante informatie. Daar zitten een aantal interessante artikelen over dit onderwerp in. Daar zitten ook een aantal relevante opleidingen die over dit onderwerp gaan. We vragen u zo meteen te evalueren wat u vond van deze uitzending, van dit webinar. En sluiten daarna eventjes de poort voor deze zomer. Wij gaan ook vakantie vieren. We zien u na de vakantie heel graag weer terug. En voor vanavond nog een hele fijne avond. Tot ziens.